De Maasmolen. Vanaf de achterzijde heeft het misschien iets weg van een Amerikaanse schuur. Alleen zouden de wieken er dan niet bij horen. Het is ook geen schuur, het is de oudste korenmolen uit de regio. We zijn bij de Maasmolen, bij het dorpje Nederasselt. Het is een standaardmolen, wat betekent dat niet alleen de bovenkap draait, maar de hele bovenbouw. Deze Maasmolen is gebouwd in 1741. Het is niet de eerste molen die hier stond. De vorige molen, die toen al 100 jaar oud was, werd in 1740 weggespoeld door een dijkdoorbraak. Maar die molen stond dan ook vlak bij de oever. Deze molen staat gelukkig wat verder van de Maas af. De nieuwe Maasmolen bleef wisselen van eigenaars. Eén van hen heeft ook een blijvende herinnering achtergelaten. In de windvaan, bovenop het dak, prijken namelijk de letters HH. Dat is een verwijzing naar de familie Heijnen, die in de 19e eeuw de molenaars waren. De familie van Haren waren de laatste molenaars. In 1970 kocht de gemeente Heumen de Maasmolen over en die heeft hem grondig gerestaureerd. De molen is tot op de dag van vandaag maalvaardig, maar hij wordt niet vaak gebruikt. Soms maalt de molen restpartijtjes voor kinderboerderijen. In molen bedienen is een mooie hobby en een zwaar beroep. Je moet veel verstand hebben van de werking van de wind. Dit heb je onder andere nodig voor het kruien van de molen. Dat is het draaien van de molen in de richting van de wind. Dat wordt natuurlijk met de hand gedaan. Wist je dat bij een flinke windkracht de snelheid van de wieken 120 km per uur is? Om dat allemaal te kunnen weerstaan, moet de molen stabiel zijn. Het gewicht is dan ook meer dan 35.000 kilo. De maalstenen, die de korrels graan of haver vermalen, wegen alleen al 1700 kilo. De hoge trap kraakt en buigt door, maar om nou naar boven gehezen te worden, dat is ook niet zo'n goed idee.